Dit was het journaal van 8 uur. Ik wens u nog een prettige avond verder. Maar heeft u gisteravond dat spetterende feest gezien van het 10-jarig CDA? Ja, gezellig. Waarbij Brinkman een step kreeg uitgereikt en Deetman een witte doktersjas. Echt christelijke pret was dat. En er was zo'n benuft groepje en dat zong een eurogospel. Ik denk, he's got the whole world in his hands. En dan kreeg je dit. En daar komt dat dan uit. Een vrolijk spel met de wereldbol. Kijk, Lubbers geeft hem ook een tikje. Ja, het is het CDA een beetje in de bol geslagen. 70 jaar regeert het Nederland. Ja. Denkt nu de hele wereld aan te kunnen. Ja, is vandaag in Rome gelukkig gecorrigeerd, want daar staat Lubbers niet eens op de eerste rij, zag je dat? Bij die top, op de groepsfoto. Ook niet op de tweede, maar hij stond zo anderhalf in zo'n muurtje. Stond niet een echt prominent tussen Mitterrand en Kool. Nee, absoluut niet. Zag je de heer Fransen staan trouwens? Van natuur en milieu. Ja, belangrijke, pijnlijke boodschap, maar als je daar staat dan... Ja, dan ga je toch niet onder een plastic paraplu staan? Ontzettend plastic paraplu. Wel inklapbaar, maar niet afbreekbaar. Nee, en het milieu zou toch bij jezelf beginnen? Ja, dat is een beetje een smet op het blazoen om met Lubbers te spreken. Ja. Goed, hier zijn Hanneke en Janneke. Met onze Cake op de Wereldweek. Als jij Prima Koff hoort, moet je dan ook altijd denken aan... Licht aan, jongens, nu. Licht op, komen wij met tekst. Licht aan. Oeh. Wat is er dan? Hè? Wat is er? Lampen gesprongen? Alle vijf gesprongen? Lampen gesprongen. Lijkt me het beste dat we dan met Philips beginnen. Hè? Ja, dat is goed. Oké, okay. Ik doe hem vanavond open, dan doe jij hem dicht. Ja, sorry. We praten even met een van de 94 directeuren van Philips en dat is de heer Keldering. Meneer Keldering, goedenavond. Erg goedenavond. Meneer Keldering, u had wel de juiste cijfers doorgegeven aan de heer Korre van der Klucht. Heren, neemt u me niet kwalijk. Ik kan u goed verstaan, maar ik kan u niet zien. Klopt dat? Ja, dat klopt, want uw lampen zijn gesprongen, meneer Keldering. Oh, pardon. Ja. Neemt u me niet kwalijk. Maar daar ga ik niet over, hoor, over de lampen. Waar gaat u dan wel over bij Philips? Over de elektrische messen. Ik ben directeur van de elektrische messenfabriek. Elektrische messen. Wij produceren zo'n 8000 elektrische messen per week. Ze snijden ideaal, kaarsrecht en vooral bij diepvriesvlees zijn ze bijzonder handig. Ja. Nou gaan er duizenden banen uit. Wordt er ook gesneden in de sector elektrische messen? Ja, in die zin dat het nu vrijwel zeker is dat Philips elektrische messenfabriek zal worden gesloten. Ah. Het is heel jammer voor de 300 werknemers. Ja, ik zelf zal doorschuiven naar de elektrische dekens. U zit er warmpjes bij. Dat maakt niet zoveel uit. Nee. Maar het is onvermijdelijk. Van die 8000 elektrische messen verkopen wij er wekelijks zo'n 5-6, dus u begrijpt. Exact. Is dat nou niet juist de essentie van het probleem, meneer Keldering? Dat de doelgroep er langzamerhand achterkomt dat al die luxe elektrische artikelen overbodig zijn. Kan toch net zo goed met een keukenmes? Nou, behalve bij je golfsnedevlees, hoor. Dan is het toch heel handig. Laat je toch ontdooien. Plakken zo. Daar bent u. Meneer Van Kooten, meneer De Wieg. Meneer Keldering. Goedenavond. Samenvattend, meneer Keldering. Had Philips zich niet beter kunnen blijven bepalen tot die gloeilampen? Ja. Het is toch fout gegaan bij de infravillamp? Het assortiment werd toch veel te groot? 50, heren. Ja, precies. Toen heeft Eindhoven de mensen wijsgemaakt dat je met een hernia in dat infrarode licht moest gaan zitten. Ja, met je voorhoofdholteontsteking, zo voor die rode lamp. Dank u wel, meneer Keldering. Nee, daar is de fout. Moderne tijd, heren. Ja, nee, daar is de fout begonnen. En toen kreeg je die scheerapparaten. Ja, met één kopje, de Philips-jees. De eerste had één kopje. Toen werden er plotseling apparaten met twee kopjes geboren in Eindhoven. Zelfs gedrochten met drie kopjes. Onzin. En vanuit die hoogmoed is alle ellende begonnen, dat het niet op kon. Wie geeft er nou Vanenburg een contract tot zijn 60ste? Nee, dat worden 55.011 ontslagen na die 1-3 van vanmiddag bij Philips. Oh nee, en Robson erbij en de reserves, oh jee. Mooi zijn, dat willen we allemaal. Maar niets verandert zo snel als een schoonheidsideaal. Dat geldt voor vrouwen, maar dat geldt ook voor mannen. Joep, hoe lang ben jij al kaal? Op mijn 20ste begonnen te dunnen het haar en op mijn 25ste was ik echt volkomen kaal als een biljartbal. Had je moeite met je kaal zijn, Joep?
Ja, want in de jaren 60 lag dat ontzettend moeilijk. Als er een paria als je kaal was, kwam ook door die Beatles met die grote koppen met haar. Die heb ik ontzettend gehaat daardoor ook, de Beatles. Maar ik was gelukkig handig met mijn handen. Dus toen heb ik zelf een haarstukje geknoopt. En dat was een groot succes. Ook kalende vrienden, die zeiden, Joep, knoop voor mij ook eens zoiets. En zo is het eigenlijk als een sneeuwbal gaan rollen. En toen heb ik uiteindelijk dan die haarwerkenfabriek opgericht. Met borstharen, pruiken, snoren, baarden, voornamelijk toupetten. En dat ging ontzettend goed, tot deze week eigenlijk. Ja, want deze week werd het nieuws beheerst door sterke mannen. Kale mannen. Kale mannen die gezag afdwingen. Kale mannen die geen tegenspraak dulden. Kale mannen die er rond voor uitkomen. Joep, heeft zo'n week nou effect op de verkoop van de toupetten? Ja, enorm. Het was ons echt een rampweek. We hebben wel een jaar of 15 geleden ook zo'n zak gehad met Kojak. Maar sinds de komst van Gorbatsjov is het eigenlijk steeds minder gegaan. Hoe populairder hij werd, hoe te minder toepetten wij verkochten. En deze week dan met die komst van de Klerk en die Timmer. Nou ja, dat is rampzalig. Een lege orde portefeuille. Ik weet niet waar het heen moet met de zaak. Ik weet Joep, niet meer. Hoe zou het zijn als ook jij koos voor je kaal zijn? Zou jij voor mij je tegel willen lichten? Ik wil dat doen, maar dan moet je niet gaan lachen. Beter, Joep. Veel beter. Ik hou wel van kaal, hoor. Maar lijk ik een beetje op Timmer zo? Sprekend, Joep. Heel krachtig. Tornado, Joep. Nou, dan ga ik maandagmorgen naar de zaak. Ik heb 28 werknemers en dan zeg ik met diezelfde onverschilligheid van die timmer zonder nadere toelichting als een blok graniet, zeg ik dan echt, er vliegen er tussen de 20 en de 40 uit en daarna stap ik in de Jaguar met mijn bretels en dan rijd ik zo kaal, rijk weg. Ik zie wel waar naartoe. Wat zal jij een bewondering oogsten, Joep. Dank je wel voor je durf dat hier te doen. Dank je wel dat je me zo ver hebt gekregen. Iemand moet dat zeggen. Zelf geloof je dat niet. De onbegrijpelijkste getallen van de week, ja, waren niet die 17.000 of 10.000 gulden lijfrentepolis aftrek. Dat gezeik van die lijfrentepolis en die advertenties van die verzekeringsmaatschappij ieder jaar. Ook niet het eventuele belastingvoordeel van 5.000 gulden. Aftrek, hypotheek, eigen huis. Waar de krant op zondag vanmorgen weer over likkebaarden. Nee, de meest bekrompen Nederlandse cijfers werden woensdag gepresenteerd door de werkgroep Donorwerving aan staatssecretaris Simons. Die trouwens heel mooi kaal is, maar dit terzijde. Nou zeg. Hè? Hele vreemde cijfers. Bleek uit dat 79% van de Nederlanders best een orgaan wil hebben, als dat noodzakelijk zou zijn, maar dat slechts 20% van onze landgenoten bereid is om na de dood zo'n orgaan ook af te staan. Dus 59% van de Nederlanders bestaat uit klaplopende profiteurs. Ja. Mensen die het zaliger vinden te ontvangen, hebben, dan te geven. Ja. En waar zijn ze bang voor? Dat snap ik ook niet. Niet dat er in hun lichaam wordt gesneden. Dat vinden ze niet erg. Maar wat schuilt erachter? Dat vragen we aan zomaar een man in de straat. Dat leek ons het beste. Zomaar een man in de straat. Zomaar in de straat, maar waar is de man? Hebben we een iets drukkere straat? Dat is een zondagse straat, jongens. Te beleven. Nee, een ander. Oh. Ja? Is daar iemand? Ja, hij is er. Meneer! Ach, meneer! Komt u even een vraag beantwoorden? Even bij de camera. Ja. Is die daar? Ja. Ja. Meneer, zou u een codiciel willen tekenen? Voor kinderzegels? Nee. Of u een orgaan wilt afstaan? Orgaan? Van een bike? Nee. Een eigen orgaan na uw dood. Als ik dood ben? Ja, als u dood bent. Niet nu. Hart, nieren. Wij pikken er niet over. Oh, dat doet u niet. Waarom niet? Nou. Ja. Ja. Dat is zelf een beetje gezocht. Dat is zelf een beetje een conditie werken. Ja, ja. Dat is zelf een beetje een gezonde leven in slampampers. Dan krijg je dus hart, honger, nieren, lever. Dus hou ik 5 van die pedaalhebbers straks draaien. Om dicht na een beetje trainen met conditie. En zij. Ja, oké. Dat is niet eerlijk. Nee. Sorry. Ja, handen hoor.
Ja, fijn, dank u wel. Dank u wel, hoor. Ja, omdat dit toch een zaak van levensbelang is, want je zult met een nieuw hart maar een voordelige luiverentepolis kunnen afsluiten, praten we nog even na met psychiater dr. Van Velzen. Goedenavond, dr. Van Velzen. Waarom geven de mensen geen organen? Na hun dood staan ze die niet af. Waarom? Dat komt denk ik omdat mensen hun eigen dood niet als onherroepelijk zien. En vooral christenen hebben grote moeite met het tekenen van een codicil, wat merkwaardig is, omdat het afstaan van een nier vergelijkbaar is met het wegschenken van de halve mantel wat Jezus zelf deed. Maar vooral humanisten en atheïsten zijn graag donors. Nee, maar waar zijn die christenen dan bang voor? Komt denk ik omdat men er heimelijk van overtuigd is dat men straks in de grazige weide zijn organen hard nodig heeft. Er zijn de hemel in de loop der eeuwen zoveel heerlijkheden toegedicht die men immers niet kan zien als het hoornvlies is getransplanteerd. Het is dus gebaseerd op domheid. Ja, ik ben ervan overtuigd dat veel mensen denken, ik geef geen organen weg, want je weet maar nooit en straks schobbel ik als een invalide door dat hiernamaals. Ja, wat zou daar aan te veranderen zijn, denkt u? Hangt van de conserveringstechnieken af voor de donororganen. Het lijkt me verstandig als die vereniging van donorwerving een nieuw codicil ontwerpt waarin wordt gestipuleerd dat de overledene eerst na 3 dagen zijn organen afstaat, zodat de dode donor zelf kan waarnemen. Nu ben ik dood, er is niets meer, het lichaam is verder waardeloos. Ja. Hebt u zelf een codicil getekend? Vanzelfsprekend, ik heb alleen bepaald dat mijn longen niet ten goede mogen komen aan een roker, dat mijn lever alleen door een geheel onthouder mag worden gebruikt. Ja. En dat mijn hoornvlies niet mag worden benut om porno- en geweldfilms te zien, want ik wil mijn lichaam graag schoonhouden, ook na de dood. Fijn. Waarvoor, meneer Van Velzen? Dank u wel. De telefoon hing. Ik zat er soms de hele middag lang te hopen dat hij lang voorbij de bel ging. En je had ook soms met Waiting by the Phone. And I hope you write me a love letter. Een week niks horen was toen doodgewoon. En pas na 14 dagen werd je knetter. Maar tegenwoordig kunnen zij gebeld. Waar zij zich in huis ook maar bevinden. Ook al zijn zij in het open veld, steeds direct contact met hun beminde. Want lovers kunnen faxen met elkaar. En hij stuurt haar kopieën van zijn foto's. En zij bliep hem of hij bliep even haar. En ze kunnen zelfs bellen uit hun auto's. O, Mozes Kriebel, waar bleef dat gevoel? Van uren naast het toestel zitten wachten. Tot je haast vergroeid was met je stoel. Ik word nog altijd kwaad bij die gedachte. Oh jee, mag te pijnig, ze kennen hun geluk niet. Jij mag te pijnig, ik had enkel bakkeliet. Oh jee, mag te pijnig, ze kennen hun geluk niet. Shit, joh. Jij zo. Politiek. We gaan over naar Politiek Café Vita Nova in Den Haag. Naar Aad van der Naat.
Goedenavond. Goedenavond. Mensen, goedenavond. Jongen, wat is die tv toch belangrijk, hè? Wat Hoezo? Bedoelt u? Nou, ik bedoel, ik ben er nou twee keer met mijn kop op geweest. Maar ja, je wordt meteen heel anders behandeld, hè? Ja. Mag u voor in winkels? Nee, in winkels kom ik nooit. Nee, ik bedoel, in de politiek ook. Ik was gisteravond op een feestje van het CDA. Maar waar met de bol mogen ballen? Ah, die wereldbol. Nou, ben ik niet van die club. Dat weten zij ook wel. Maar nu was het van meneer Van der Naat. Komt u binnen, gaat u zitten. Wat drinkt u, meneer Van der Naat? Ja. Nou, het eind van het liedje was dat ik psalmen heb gezongen met Wimpie Deetman. Ja. En Gregoriaans met Pietje Steenkamp. Ah, tenminste, dat geloof ik hoor. Leuk. Ben niet zeker meer. Ja. Kunt u ondanks die spijker in het hoofd nog even commentaar geven? Ah, jawel. Ja? Kan het? Mensen, daar gaan we. Oké. Ja, eigenlijk moet je dat niet doen, hè. Borreltje drinken met die lui van het CDA. Want ik ben het geen meter met ze eens, hè. Wat de regering er ook van bakt. De mooiste regeringsverklaring. Die kwam deze week van minister Andriessen in de Tweede Kamer. Moet je eens even horen. Soms zeg ik, ho, 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 niet zo hard. Laten we eens even luisteren. Wat heeft de doelgroep te vertellen? Enzovoort, enzovoort. Mooi, hè? Ho, ho, niet zo hard. Laten we even luisteren. Enzovoort, enzovoort. Vind ik een mooie zin. Is vaak van toepassing. Bijvoorbeeld, de regeringspartijen die hebben allemaal voor de verkiezingen beloofd dat ze wat aan het milieu zouden doen. Absoluut, gaan we doen, mensen. Nou, deze week zou er dan eindelijk een klein milieumaatregeltje genomen worden. Benzineaccijnzen met 8% omhoog voor het milieu. Nou, wat gebeurt er? Soms zeg ik, ho, 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 niet zo hard. Laten we eens even luisteren. Wat heeft de doelgroep te vertellen? Enzovoort, enzovoort. Precies, ho, ho, wacht even. De kiezertjes niet voor het hoofd stoten. Enzovoort, enzovoort. Wie ook heel erg hard gaat, dat is Jo Ritsen. Jo Ritsen van Onderwijs. Zeg, Jo, jij moet je zo langzamerhand wel een jojo voelen, hè? Heen en weer geslingerd tussen onderwijs en die spoorwegen met die OV-jaarkaart. De invoering gaat inderdaad niet zonder hort en stoten gepaard. Nee. Maar ik geloof toch dat als iedereen zijn beste been voortzet, dat het dan heel goed kan reilen en zeilen. Maar het lullige voor jou lijkt me dat jij het niet hebt verzonnen, Jo. Het is dat duinkonijn van een Deetman, die hebben het bedacht. Komt van de heer jaarkaart, ja. Die wou 300 miljoen bezuinigen. Maar door al dat gehoor kost het nou twee keer zoveel, denk ik, hoor. Dat is natuurlijk schering en inslag in de politiek. Ja. Dat is een kwestie van geven en nemen, van loven en bieden. Ik mag u wijzen op het Engelse spreekwoord dat zegt... It's no use crying over the milk that has been being spilled. Ja. Zeg, Jo, hoe moet dat nou verder? Jij wou die aanvangstijden een beetje schuiven, maar dat willen ze niet, hè? Die leraren en dat bedienend personeel. Nee, die zeggen, we willen compenseren, hè? Hoe moet dat, Jo? Ja, wellicht kunnen wij ook hen een gratis overjaarkaart geven. Oh, maar dan worden de treinen wel behoorlijk vol, hè? Ja, maar als de docenten meerijden, dan zouden de colleges al in de treinen kunnen beginnen. En we kunnen ook natuurlijk nachttreinen inzetten. Studenten zijn gewend aan nachtbraken. Ik mag u wijzen op spreekwoorden die zeggen hoe later op de avond, hoe schoner volk. En ook de morgenstond heeft goud in de mond. Ja. Dat is ook zo'n spreekwoord. Zeg, Jo, als jij nou al die ambtenaren van het ministerie van Onderwijs die eruit moeten, als jij die nou eens liet werken bij de spoorwegen, hoe vind je die? Dat gaat natuurlijk niet zo 1, 2, 3. Jo, moet je eens horen. Als jij nou nog eens een plannetje op de rails gaat zetten, hè, dan moet jij eens denken aan wat collega Andriessen heeft gezegd. Ho, 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 niet zo hard. Laten we eens even luisteren. Wat heeft de doelgroep te vertellen? Enzovoort, enzovoort. De buitenlandse politiek. Het gaat spannen in de golf, mensen. En landen die daar gijzelaars hebben zitten in Irak, die sturen delegaties en verdomd het lukt, komen mensen uit. Wat gebeurt er in Nederland? Niks. Minister Van der Broek zegt, ho, ho, wacht even, president Bush vindt het niet goed, enzovoort, enzovoort. Gaat die Jodoke Janmaat het proberen? Nou, ik mag leien dat die in de woestijn verdwaalt. Maar er heeft zich vandaag ook een serieuze kandidaat gemeld en dat is professor dokter ingenieur P. Akkermans. Naad. Waarom gaat u nou gijzelaars uit Irak halen? Ik ben gevraagd door een groot aantal families en ik ben er ook de juiste man voor. Want u kan contact maken met Saddam Hussein. Dacht ik wel. Ik heb de man nauwkeurig bestudeerd. Ik weet precies waar hij van houdt. En waar houdt hij van? Van spelletjes. Dus ik ga boter, kaas en eieren met hem spelen. Meneer Naad? Nederlanders gaat het tenslotte om, en dan laat ik hem een beetje winnen. Ja, nou komt u terug met die gijzelaars. Ja, en wat dan? Nou, nadat de foto is gemaakt van de groep dolgelukkige gijzelaars met mij aan het hoofd, ga ik onmiddellijk terug in de slurf op weg naar Thatcher, omdat ik wil proberen Engeland voor het einde van dit jaar rechts te laten rijden, hè?
Waar is dat goed voor? Nou, dat we toch nog iets hebben aan al die DAPs die er staan in Eindhoven. Die trucks met dat stuur rechts, begrijpt u? Daarna ga ik naar de paus. De Canadese Eskimo's, de Indianen. Dank u wel, meneer Akkermans. Moldavië ga ik heen. Hartelijk dank. Misschien naar Rwanda. Veel succes, dank u wel. Te doen. Dank ja, u wel. Dank u wel. Meneer Naert. Nou, dan hadden we nog de klerk uit Zuid-Afrika. Die kwam naar Nederland. Die kale slijmbal met die mooie praatjes. Ja, hij heeft veel beloofd, maar nog weinig gedaan. Kijk, dan zou ik zeggen... Ho, ho, wacht even. Even wachten tot hij wat gedaan hebt. He, enzovoort, enzovoort. Mensen, goedenavond. Tot slot gaan we nog even kijken bij de golf. Bij de golf. Ja, gaan we met de golf. En jij zou ook doen. Ja, dat zijn de eerste van de 100.000 extra Amerikaanse troepen. Heel langzaam rukken ze op. Maar wij zien geen Nederlandse F-16's. Nee. Want, telegraafkop, die zijn niet welkom rond de golf. Onze ja. F-16's. Dat is nou weer zo'n telegraafkop van onze Janne vegen de dam schoon. En onze F-16's vagen de islam weg. Ja. Wat zijn dat nou toch voor mensen hè? Die F-16's daarheen willen hebben? Ik denk dat dezelfde 59% van de Nederlanders is die geen orgaan wil afstaan, maar het wel wil hebben. Mensen die anderen de kastanjes uit het vuur laten halen met daarachter de gedachte, die F-16's zijn betaald van onze belastingcenten. En als ze er niet heen gaan, is dat helemaal weggegooid geld, denk ik. Ja. Snap je? Ja. Nou, zo zeg. Een kogel maken kost geld. Dat kost geld. Zonde van het geld. Ja. Ja. Als je hem afschiet, is het al minder zonde van het geld. Maar dan moet je wel wat raken. Anders blijft het zonde van het geld. Ja. Dus je kunt een wapen echt terugverdienen. Helemaal door gewoon dood te schieten. Want anders is het zonde van het geld. Dus het is helemaal zonde van het geld. Ja. Dus als die F-16's er niet heen gaan... Dan zijn ook geen doden en ook geen organen. Dus ik denk dat het precies diezelfde 59% mensen is die zegt... de F-16's moeten erheen. Denk ik namelijk wel. Snap je? Tot de volgende cake. Nee, je begrijpt het geloof ik niet, hè? Ik begrijp het niet. Oh man, echt, sorry hoor. Je maakt een geweer. Ja. Hey? Ja. Is zonde van het geld. Dat is heel duur. Als je er niks mee doet. Ja. Dus hoe zondener van het geld het is... Ja. Als je de minderder... Nee, laat ik het anders zeggen. Een konijn.